Hey mensen, welkom bij het kanaal van Easy Close Dat. Vandaag ga ik een super leuke vlog opnemen. Ik heb heel lang geen video meer opgenomen, ondanks de video met de pompons. Want dat zijn allemaal cameraprobleempjes. Dat hebben jullie vast zelfs wel eens gehoord. Maar vandaag ga ik een kijkje, oftewel ik, jullie een kijkje achter de schermen nemen. Daarom is het nog een beetje donker. En dus daarom zien jullie mij iets minder goed als normaal. Want we hebben nog helemaal niks klaargezet wat wij normaal doen. Maar vandaag doe ik dat niet alleen, want dat doe ik met Lisa. Misschien zien jullie haar heel slecht. Maar want ze is aan mij aan het filmen. Maar laten we gewoon snel beginnen. Als allereerst pakken we de lampen erbij. Ik begin met een hele grote lamp. Want die doe ik altijd als eerste, want die is heel groot. En we pakken, het klinkt misschien heel raar, maar een wereldbol erbij. Want die geeft ook licht. Dat is heel handig voor jullie. En die zetten we dan aan. Veel sneller, kijk, zoveel meer licht. Heel fijn voor mij, heel fijn voor jullie. Dan pakken we altijd de videostick erbij, of hoe het hier ook heet. Oftewel de ding. Dat doet Lisa vaak. Want Lisa helpt altijd mee. Dan halen we deze kap eraf. Dat doet Lisa nu even, want ik ben nu even aan het filmen. Dat ding. Dan gaan we door naar de camera. Wij hebben nu even een andere camera in onze handen. Maar die is heel ongemakkelijk. Het is een hele grote camera. En daar maken we ook altijd TikToks mee. Sommige video's gebruiken we deze erbij. Voor als bijvoorbeeld, het is nu avond, dus we moeten hem gebruiken. Dit geeft al extra licht boven de camera. Het is nu avond, dus buiten is het pikken donker. En als het gewoon daglicht is erbij, dan gebruiken we hem niet. Want dat is dan niet nodig, hè? Nee, maar dit gebruiken we dan altijd wel. Dan hebben we hier een setje. En hier. Dan schuiven wij... Even kijken, ik schuif hem er dan in. Dan schuif ik hem. Leg hem op zijn zij. Het is nogal ingewikkeld. Mijn ouders helpen er soms nogal mee. Die zijn nu niet thuis, maar ja, hij zit erin. Hij zit er ook goed in. En dan is dit onze camera. Oké. En dan gaan we nu door naar het volgende ding. Ik vind dat Lisa nu gaat doen nog best wel lastig. Lisa gaat namelijk de camera op het ding neerzetten. De staanbare nog wat ding. Ik ken de dingen niet echt heel goed, want Lisa doet het altijd. Hier maken we nog vaak foto's en video's mee. Kijk, laat zien. Hier dat is... komt licht uit. Ja, dat is heel logisch. Als doe je dit kapje erop. En dan is licht veel meer hier naartoe. Ja. Hier moet ik hem wel zo. En dan gaan we nu door naar het volgende deel. Make-up. Heel leuk. Lisa, kijk, heel mooi. Wij filmen niet met de camera die we klaar hebben gezet. Oftewel de camera die we net hadden. Dan pak het volgende deel is dus make-up. Ik pak even mijn make-up erbij. Zoals jullie weten heb ik deze make-up. Het is echt heel fijn. Maar ja. We gaan hem even open doen. Dan gaan we altijd een beetje ons klaarmaken voor de video's. En dat ga ik nu even doen, want ja, het is best handig toch? Kijk, ik heb hem nu aangezet. Hoor, luister heel goed. Misschien horen jullie het niet. Heel irritant dus. En dat gaat 5 minuten door. Ik heb nu dit ding eraf gehaald. En ik ben klaar, want wij hadden al iets... Als je dat ding aanzet, zag je helemaal niks meer. Dus dat vond ik niet heel fijn. Nu gaan wij... Meestal als wij een video op hebben genomen, gaan we zo meteen ook nog doen. Ja. Dan maken wij hier een foto mee. Hier maken we dus ook de video's wel mee. En dan... dit is mijn hoesje. Dan zie je, dan zet ik die op mijn Instagram. Ja,
En dan... Hoe heet ik? Lies... Laagstreepje. Lisa, laagstreepje, Westerhof, laagstreepje. Volg me allemaal even. Want het is echt een heel leuk kanaal. En ja, ik zit er soms ook veel in. Meestal moet ik van haar even filmen. Maar ik zit er ook best in. Dus volgen! En nu op naar het allerlaatste deel. Hey mensen! Abonneer!